Pompoen, hoe slacht ik ze en waarom zijn ze nou zo knettergezond? Nou, goedemorgen allemaal. Welkom hier bij deze live-uitzending. Ik ben Nettie Bom, ik ben leefstijlcoach en coach-trainer. Mijn passie is gezondheid in de breedste zin van het woord. En mijn visie is dat Nederland veel en veel gezonder moet worden. En mijn missie is om van Nederland het gezondste land te maken van de hele wereld. Zo, die is eruit. Maar goed, de vaste kijkers weten het allemaal. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over pompoen. Wat pompoen is, wanneer het beste verkrijgbaar is. Waar je op kunt letten om te kopen. Hoe je ze kunt bewaren. Hoe je ze klaar kunt maken. En wat je er allemaal mee kunt doen. En uiteindelijk waarom ze zo gezond zijn. Dus al deze punten komen langs. En nou, om te beginnen, wat is pompoen? Ik heb er hier eentje bij me om te laten zien. Dit is een pompoen, dit is een pompoen. Maar ik heb er hier nog één en dit is ook een pompoen. Ik heb deze al gehalveerd en opengesneden. Maar dit is dus ook een pompoen. En ze zijn er echt in allerlei verschillende soorten en maten. En ik heb hier een foto, die ik heb uitgeprint, van wat allemaal de maten en de soorten pompoenen zijn. Het zijn er echt legio. En de pompoen is familie van de kalebas en van de komkommer. Alleen de kalebas, die is eigenlijk niet zo goed eetbaar en pompoenen wel. En het is op zich, ja, je moet het eigenlijk proeven om te weten wanneer is het nou een kale bas en wanneer is het een pompoen. Maar een kale bas zijn vaak meestal van die plattere dingen, dit en met die uitsteeksels. En die liggen dan niet in de winkel in het groenteschap, maar wel bij de bloemenboer of ja, misschien bij de bloemen in de groentewinkel. Maar daarna kan je ze meestal onderscheiden. En kale bas hebben gewoon meestal toch een iets andere en grilligere vorm. Vooral die platte. En een kale bas is niet te eten. Die zijn gewoon echt hartstikke bitter. Je kunt ze wel eten, maar die zijn gewoon echt niet lekker. Dus als je nou twijfelt of het pompoen is of een kale bas, dan moet je hem echt eigenlijk even openmaken en koken en proeven. Dan weet je het. Maar zeker wat er bij de groenteboer ligt en in de supermarkt met groenteschap is eigenlijk allemaal pompoen. Maar dit zijn allemaal pompoenen en die zijn dus echt allemaal eetbaar. En je ziet ze ook heel vaak in stalletjes langs de kant van de weg. Nou, die kun je ook kopen en klaarmaken en eten. En ze zijn echt super gezond. Nou, vroeger gebruikte ik ze echt alleen maar om als sier weg te leggen. En tegenwoordig weet ik wel beter. Ik eet ze gewoon heel graag. We eten ze echt wel regelmatig. Ik denk wel ja, 2 keer per week en op allerlei manieren. Daar kom ik zo meteen ook op terug. Officieel gezien, het is dus familie van de kalebas en de komkommers. Maar officieel gezien is het een vrucht. Pompoen is eigenlijk fruit, maar het wordt gegeten als groente. Dat is meteen de reden waarom ik geen voorstander ben van grote hoeveelheden pompoen. Want ik heb echt wel fans en kijkers die heel veel pompoen eten. Ik ken iemand persoonlijk en ja, die at bijna elke dag pompoen en vrij veel. Op zich is het heel gezond, zit hele goede eigenschappen in. Maar de pompoen heeft wel een hele hoge glycemische index. En daardoor is het eigenlijk ook te vergelijken met fruit. Als het een hoge glycemische index heeft, dan laat het je bloedsuikerspiegel heel erg schommelen. En een schommelende bloedsuikerspiegel is iets wat je eigenlijk moet proberen te voorkomen. Dus pompoen is een groente, maar eigenlijk is het fruit, maar je eet het als groente. Maar daarom inderdaad niet te veel, maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Nou, je hebt dus legio verschillende soorten en maten. En oorspronkelijk komt hij uit Zuid-Amerika, maar tegenwoordig is hij overal in Nederland en Europa wordt hij ook geteeld. Ongeveer zo'n 2 eeuwen geleden is hij naar Europa gekomen. Ja, het is echt een vrucht of een groentevrucht van Nederlandse bodem. En in Nederland kun je hem echt overal krijgen, te kust en te keur. In supermarkten, stalletjes langs de weg. Het is geen dure groente. En wil je nou echt een keer een hele lekkere, mooie pompoen eten, die door onze Rieke geoogst is? En onze jongste dochter Rieke, die werkt op de zorgboerderij in Lage Zwaluwen. En daar komen deze pompoenen onder andere ook vandaan. En dan zijn ze 1 euro per stuk. En denk je, 1 euro, en hoe lang kun je niet eten van zo'n pompoen? Je kunt er echt heel lang van eten. En denk je, ja, het is gewoon zo'n goedkope groente. En eigenlijk zo verschrikkelijk gezond en goed. Dus als je echt een pompoen wil eten die door Rieke geoogst is, ga dan naar de zorgboerderij in Lage Zwaluwe aan de Dirk de Botsdijk. Jan en Emma, misschien leuk voor jullie om langs te rijden als jullie toch deze kant op komen. Die hebben een winkeltje aan huis in de schuur en daar verkopen ze allemaal biologische groenten en fruit. Alleen biologisch. En pompoen is een van hun hoofdgewassen. En Rieke is echt grote fan van pompoensoogsten. Vindt ze helemaal geweldig. En dan mag ze met Ewout, dat is de eigenaar van de zorgboerderij, mag ze mee met de vrachtwagen. En dan gaan ze kisten pompoenen bij de klanten brengen. Ja, dat vindt ze echt helemaal super. Dus dat.
Nou, het is dus inderdaad eentje van Nederlandse bodem. En sommige pompoenen kunnen wel een meter doorsnee worden. Nou, dan kun je je voorstellen. Even deze erbij halen, even een centimeter erbij. Deze is ja, 18 centimeter doorsnee. Dat zou betekenen dat er pompoenen zijn die echt 5 keer zo groot zijn. Nou, die zijn gewoon niet te tillen, want deze weegt al een paar kilo. Die zijn gewoon bijna niet meer te tillen. En nou, goed, het is gewoon mooi voor de sier, maar het is bijna niet te doen. Want ik heb zo meteen een tip om de pompoen makkelijker slachtbaar te maken. Nou, zo'n hele grote pompoen, die kun je, want dan moet je hem voorkopen in de oven voorgaren. Dan kan je niet eens met zo'n grote pompoen. Dus ja, het is leuk voor de sier, maar voor de rest kun je er niet zoveel mee. Nou, die in de winkels liggen zijn meestal oranje. Dit is de meest gekochte en voorkomende pompoen in de winkels. Maar je hebt ook heerlijke groene pompoens. Je hebt flespompoens. Echt uit allerlei soorten en maten. Die ik hier heb liggen is dus een flespompoen. Nou, dat kan je ook wel zien aan het model. Die heeft het model van een fles. En ik heb deze al doorgesneden, maar ik laat zo meteen zien waarom. Maar zo heb je dus allerlei verschillende soorten en maten. En de groene pompoen, de donkergroene pompoen, die schijnt nog net iets lekkerder te zijn. Nog iets zachter van smaak, voller aroma, rijker van smaak. Maar die is minder makkelijk verkrijgbaar. Ik ben bij de Jumbo geweest ook, omdat ze daar vandaag gaan koken met pompoenen. En daar hebben ze eigenlijk meestal alleen de oranje of de flespompoen. En die groene zie ik daar eigenlijk nooit. Wie weet wat niet is kan komen. Want de pompoenen zijn natuurlijk op dit moment een enorme hype. En dan kun je je afvragen, nou het woord hype past het wel, want een hype is bijna altijd zo weer over. Maar de pompoen is echt naar mijn idee een blijvertje. Die gaat nooit meer weg uit Nederland. Dat is zo'n ongelooflijk gewild product en zo gezond. En het is steeds meer een opkomst in de opmars en dat gaat gewoon niet meer verdwijnen. En zeker niet als mensen verliefd willen weten hoe makkelijk het kan zijn om ze klaar te maken. Want dat is hetgeen wat mij ook jarenlang tegenhield en heel veel mensen. Dat klaarmaken is eigenlijk één groot drama. Als je het op de verkeerde manier doet. Nou goed, zijn ze alleen voor de sier. Je kunt ze dus ook eten. En ik moet zeggen, ik heb hier voor bij mijn stoepje, ik kan het hier zo zien, heb ik allemaal planten staan. En er liggen altijd wel een paar pompoenen tussen, daar bewaar ik ze. En zo kan ik er altijd eentje pakken als ik er een nodig heb. En je hoeft ze niet in de koelkast te bewaren, niet in de kelder. Het kan wel, maar eigenlijk eeuwig zonde, want dan verstop je ze. En bij mij liggen ze altijd gewoon op het stoepje te pronken. En dan als ik er eentje nodig heb, dan haal ik hem eraf. Nou, ik heb nog wel een paar tips met betrekking tot pompoenen. Als je pompoenen wilt kopen en eten, neem alsjeblieft altijd biologisch. Want het is juist van pompoen zo belangrijk om de schil ook mee te eten. Want onder de schil zitten de allerbeste stoffen, ook in de schil. En ik heb op YouTube filmpjes zitten kijken, ook van iemand die dus een cursus gaf pompoen klaarmaken. Nou, die stond te hakken en te bijten. Ik denk, oh kind, je weet nog niet eens dat je ze voor kunt garen. En die sneed de schil eraf. Ik denk, het is eeuwig zonde om de schil eraf te halen. Want die zijn juist zo lekker. Maar daarom eet ik wel altijd biologisch pompoen. Maar het is zo dat in Nederland zijn bijna alleen biologische pompoenen verkrijgbaar. Want de pompoen is een heel sterk product, heeft weinig pesticiden, spuitmiddelen nodig, omdat ze gewoon heel gezond zijn van zichzelf. Dus ze hebben eigenlijk bijna nooit spuitmiddelen nodig. En die zijn gewoon echt heel goed biologisch te kweken. Dus eigenlijk onzin om pompoenen te spuiten. Goed, nou op deze flespompoen stond het er trouwens op dat het biologisch is. En dat kan je ook zien, daar hebben ze een stempel op gezet. Zie je dat? Biologisch. En dan weet je ook zeker dat het biologisch is. En op zich is dat wel handig, want heel veel biologische producten worden verpakt in plastic. Vind ik eigenlijk heel naar. Maar het is om te onderscheiden dat die producten biologisch zijn. Dus die moeten gewoon verpakt worden. Maar goed, pompoen is dus inderdaad bijna altijd biologisch. En er staat ook bijna altijd wel een bordje bij. Goed, nou dan, wanneer is een pompoen het beste verkrijgbaar? Nou, de tijd van pompoenoogsten is oktober. Maar je kunt ze echt maanden bewaren. En zeker als je ze buiten legt, het zijn mooie koude dagen. Ja, dan blijven ze echt heel erg lang goed. Nou, dan de vraag inderdaad, zijn ze geliefd? En ik weet niet of er al reacties binnengekomen zijn van mensen die ze niet eten, omdat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Hier, Bea zegt, ik eet ze nooit. Yvonne zegt, goedemorgen, heerlijk, maar moeilijk schoonmaken. Ik ga je zo een tip geven, Yvonne. Je gaat hartstikke blij met me zijn en je vergeet mij nooit meer. Dat is ook niet onbelangrijk. Oh, Marjolein die komt voornamelijk kijken vanwege het slachtverhaal. Nou, Marjolein, let op. Da, 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 uit de grote toverhoed.
Ja, Monique zegt, het is niet zo van die glycemische index. Ik eet elke dag pompoen en ze blijft jaren netjes op gewicht. Pompoen is geen dikmaker. Nee, dat klopt inderdaad, Monique. Pompoen is in principe geen dikmaker. Maar er zijn natuurlijk mensen die van nature hartstikke slank zijn. En er zijn mensen die van nature makkelijk dik zijn. Ik ben van nature makkelijk dik. En ik ben jarenlang geen vetverbrander geweest. Ik ben altijd een koolhydraatverbrander geweest. En dat kun je testen. Als jij trek hebt en je eet een appel en je krijgt zin in nog een appel, dan ben je een koolhydraatverbrander. En dan ben je heel gevoelig voor een schommelende bloedsuikerspiegel. En Monique, jij bent er misschien niet gevoelig voor. Je bent misschien van nature hartstikke slank. Ik heb het jarenlang niet hoeven doen. Als ik dan iets at wat een glycemische piek veroorzaakt in bloedsuikerwaarde, dan was het bij mij foute boel. En ik ben daar gevoelig op. Ik heb het een beetje onder de knie, maar sommige mensen blijven daar gevoelig op. En ik heb gekeken naar de glycemische index van pompoen. Die zit vrij hoog, want die glycemische index wordt gemeten van 10 tot ongeveer 110. Of tot 100, sorry. En pompoen zit op 75 en die zit daarmee in de rode zone van glycemische index. En dat is het enige nadeel van een pompoen. Als je daar gevoelig voor bent, dan is het belangrijk om hem niet te veel te eten of niet te vaak. Maar als je dan toch wil eten, combineer hem dan met eiwitten, vezels en vetten. Dus dan valt het allemaal wel mee. Maar de glycemische index is vrij hoog. En dat is gewoon jammer als je inderdaad nog makkelijk een schommelende bloedsuikerspiegel hebt. En de meeste mensen weten het van zichzelf, maar dan kunnen ze inderdaad ook testen door die appeltest. Maar verder bedankt voor het tip, Monique. Even kijken. Ja, er komen verder geen vragen op dit moment, maar dus inderdaad wel, joh, wat doe ik nou om een pompoen makkelijker te kunnen slachten? Nou, daar kom ik zo meteen op terug. Ben je nou nieuw vandaag? Zet het even in de chat. Goedemorgen, Nette, ik ben nieuw. Dan ga ik je zo meteen even van harte welkom heten, extra welkom heten. Even kijken. Nou, waar je dus op moet letten als je ze koopt, is dat ze mooi stevig en hard zijn. En soms hebben pompoenen groeiplekken. Nou, zie ik dat deze maar heel weinig heeft. Maar dit zijn de groeiplekken. En pompoenen liggen op de grond als ze groeien. En dan kan het een soort van schuurplekken geven. Is niks mis mee. Op zich gewoon prima dat die schuurplekken er zijn. Sommige mensen willen dat juist het lekkerste stukje van een pompoen. Maar dat kan dus gebeuren. Nou, voor de rest moet hij gewoon mooi hard zijn. Als je erop klopt, moet hij mooi hol klinken. Dat is eigenlijk belangrijk. Maar voor de rest is een pompoen bijna altijd mooi vers en mooi hard. En eigenlijk niks mis mee. Nou, hoe bewaar je ze, heb ik al verteld. Hoef ik niet meer te vertellen. Hoe maak je ze klaar? Opeten met huid en haar, alsjeblieft, behalve het steeltje. Ik heb hier die pompoen met het steeltje. Nou, dat zit normaal knetterhard aan. Nou heb ik deze pompoen voorgegaard in de oven. Dit is gelijk het grote geheim om pompoenen makkelijker te laten slachten. Want waar je vroeger moest beuken met een mes erop en moest hakken, kun je het nu gewoon heel makkelijk doorsnijden. Dit steeltje breek je er heel makkelijk af. Dus dit is het enige eigenlijk wat je weggooit van een pompoen. Nou, ik heb deze voorgegaard. Ik heb hier al even getest met een mes en met een vork of die gaar genoeg was. Ik heb mijn oven op 150 graden gezet en deze pompoen heeft er een half uurtje in gelegen. Nou, wat er nu gebeurt is, ik heb hem hier op een bordje liggen. Ik heb hier een mes bij de hand en ik zal even mijn camera op de pompoen richten. En in plaats van nu te hakken en te bijtelen, kan ik nu, kijk eens hoe makkelijk dat nu gaat. Nu kan ik met mijn mes heel makkelijk door die pompoen heen snijden. Eigenlijk snij ik nu heel makkelijk open. Nou, dan heb ik hier de pompoen. Hier zitten de pitjes in. Die lepel ik eruit. Die kun je ook nog drogen. Die kun je ook nog verwerken in de oven, roosteren of gebruiken. Ik vind het zelf wel een beetje omslachtig. Ik doe het zelf niet zo snel, maar het kan dus allemaal wel. Goed, daar ben ik weer. Nou, dit ging handig zo. Dus dit is dan die pompoen. Ik maak hem niet te gaar, want als ik de pitjes eruit gehaald heb, dan snij ik die pompoen in plakken. En die plakken snij ik weer in blokjes. Ook allemaal ongeschild, dus niet schillen. Nou, die plakjes die, of die blokjes die gaan in zakjes van 300 gram. En als we dan pompoen eten, dan neem ik zelf 100 gram ongeveer. Ik vind het gewoon prima. Ik vind het gewoon echt genoeg. En mijn man, die andere 200 gram, dan heb ik een mooie portie. En daar heb ik nog andere groenten bij. Nou, die zakjes gaan per blokjes van 300 gram in de vriezer. Die leg ik in de vriezer of in doosjes, kan allemaal. Ik vind die zipzakjes hartstikke handig. Dus heb ik altijd een stapeltje zipzakjes in de vriezer liggen. Nou, wat ik daarmee kan doen, is gewoon die pompoenblokjes lekker roosteren in de oven. Bakken in de pan, heerlijk in kokosvet. Lekker een beetje curry erop, peper en zout. Nou, dan heb je een heerlijke aardappelvervanger, maar daar gebruik ik hem voor.
Maar wat ik ook vaak doe, is pompoenpuree maken. En dit is de pompoenpuree en die gaat in bakjes in de oven van 400 gram. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik een heerlijk pompoenrecept heb. En dat zijn deze pompoenmuffins. Deze pompoenmuffins, daar ga ik uit van een recept en heb je 400 gram nodig. Dus daarom doe ik altijd bakjes van 400 gram in de vriezer. Hoef ik het nooit na te wegen. Dan weet ik gewoon, dit is 400 gram. Nou, die gebruik ik als puree om gewoon te eten in plaats van aardappelpuree. Echt erg lekker. Lekker boontjes erbij, andere groenten erbij. Dan heb je eigenlijk twee porties groenten, maar is op zich prima. Ik maak er mijn soep van. Dit is dus de basis voor mijn soep. En dan kom ik gelijk op het punt waar de meeste mensen blijven hangen. Want als ik nou keek hoe mensen pompoen klaarmaken, de meeste maken echt alleen maar pompoensoep. En dat is natuurlijk hartstikke lekker. Ik vind het ook heerlijk, maar wel een beetje jammer, want je kunt er zoveel meer mee. En ik hoop echt dat ik jullie vandaag kan inspireren om meer te doen met pompoen dan alleen maar soep maken. Nou, die puree is dus hartstikke lekker. Je kunt er soep van maken. Ik kreeg ook de reactie van de week dat pompoen een beetje weeig smaakt. En dat klopt ook. Pompoen heeft op zich niet zo heel veel smaak. Wel die groene pompoen wel iets meer als de oranje. Maar toch, het is, ik snap als iemand zegt, ik vind het een beetje weeig smaken. En je kunt het lekker maken met peper, met zout. Curry erdoor is hartstikke lekker. Currypoeder. Kurkuma is hartstikke lekker erdoor. Ik vind... hoe heet die andere nou? Maar anijs, oh, dan ben ik het kwijt. Ik kom er zo wel op. Vind ik ook heel erg lekker. En zo kun je pompoen echt lekker maken. Lekker met kokosvet. Je kunt het gewoon echt lekker maken. En als ik pompoensoep maak, dan doe ik er inderdaad al die kruiden door. En ook komijn. Dat was hem. Komijn is erg lekker. Maar dan doe ik er ook sliertjes mango doorheen. En dat is gewoon hartstikke lekker. Ik maak er echt een oranje soep. Vind ik gewoon heel leuk. Maar dan doe ik er oranje sliertjes mango door. Dat maakt het heel fris. En dan geeft de pompoensoep een lekker frisje erbij. Ik combineer het vaak met wortelen. Dan heb ik wortelpompoensoep. Je kan er echt alle kanten mee uit. Maar lekker maken met stevig kruiden. Ras el hanout is een heerlijke combinatie met pompoen. En zo kun je echt alle kanten uit. Dus ga meer doen dan echt alleen maar pompoen eten. Dus maak het klaar. Ik kreeg ook een handige tip van iemand die was alleenstaand. En ik weet gewoon als je alleenstaand staan bent, is het niet te doen om iedere keer opnieuw pompoen te slachten. Je krijgt hem niet op in één keer. En daarom, ik slacht ook altijd in één keer een pompoen of soms twee. En dan maak ik puree van, blokjes in de vriezer. Ik maak mijn pompoencakejes. Nou, dat is dan inderdaad met havervlokken bovenop, een paar nootjes bovenop. Ziet er heerlijk uit. Een paar cranberries erdoor. En ja, het vlaggetje laat het zien. Hij is eetlijnproof. Dus zo heb ik altijd cakejes in de vriezer. En dan komen er vanuit weer mensenkaart. En ik kan zo meteen een greep uit de vriezer doen. Heb ik lekker pompoenmuffins bij de hand. Kost je nooit extra veel tijd. Altijd grote hoeveelheden klaarmaken. En dat is gewoon echt ideaal. Nou, wat kun je er dus van maken? Echt heel veel. Ik heb het al gehad over soep. Je kunt er puree van maken. Je kunt er frietjes van maken. En dan is een flespompoen eigenlijk handig. Want een flespompoen die heeft niet over heel de pompoenpit, maar enkel maar aan de kop. En dit is helemaal zonder pitten. Dus deze kan je in plakjes snijden en dan in reepjes. En dan heb je heerlijke frietjes. Nou, Monique is altijd fan van de airfryer. Kun je hartstikke lekker frietjes in maken. Je kunt ze ook grillen in de oven of bakken in kokosolie. Dan heb je heerlijke frietjes. Kun je zelfs nog een dipje van maken. Allemaal hartstikke lekker. Nou, bakken in blokjes heb ik het over gehad. Muffins. Je kunt er brood van maken. En zo goed als pompoenpuree de basis is voor deze muffins, kun je ook pompoenbrood maken. Ook met de puree als basis. Dan kun je er hummus van maken. Dat is ook hartstikke lekker. Hummus wordt normaal gemaakt van kikkererwten. Maar het past niet in fase 1 van de eetlijn, wel in fase 2. Ook vanwege het hoge zetmeelgehalte. Maar je kunt heerlijke hummus maken van pompoen. Een lekker dipje. Dan roosteren in de oven en combineren met andere groenten. En dan tot slot, ik ben toevallig een paar weken geleden geweest bij Starbucks. En daar hebben ze een heerlijke pompoenlatte. En die was me toch lekker. Alleen, volgende keer moet ik vragen of ze me willen klaarmaken zonder suiker. Dat was veel te zoet. Maar dat ze zelfs bij zo'n fastfood gebeuren, ja, een beetje wel. Het is eigenlijk een koffiecorner. En daar hebben ze heerlijke cappuccino. Maar dat ze zelfs daar pompoenlatte klaarmaken. Nou, het was echt zo ongelooflijk lekker. Maar nogmaals, volgende keer zonder suiker, omdat hij echt veel te zoet was. Nou, dan zijn we nu weer aangekomen bij het laatste stukje. Waarom is pompoen zo gezond? En de mensen die net binnenkomen, ik heb het vandaag over pompoen. En ik heb tips gegeven hoe je pompoen kunt slachten. Ik heb tips gegeven hoe je het klaar kunt maken. En dan ga ik het nu hebben over waarom is pompoen zo
Ja, Monique zegt dat altijd zo knettergezond. Nou, om te beginnen dat er hartstikke veel vezels in zitten. En vezels zijn natuurlijk perfect voor je darmflora, daar kom ik zo meteen nog op terug. Er zitten heel veel vitamines en mineralen in. En met name vitamine A, oftewel beta-carotene. En beta-carotene is goed voor de oogjes. Dus veel eten is hartstikke goed, maar inderdaad met mate als je nog iets aan je gewicht wil doen. Moet ik er nog wel even bij zeggen, als je dus een vetverbrander bent en je bent niet makkelijk uit ketose, dat je niet makkelijk in die bloedsuikerschommelingen terechtkomt, dan kun je de pompoen wel vaker eten. Maar heel veel mensen, daar zitten ze gewoon op vast, dat ze veel te makkelijk in die bloedsuikerschommelingen terechtkomen en dan pompoen inderdaad met mate. Nou, dan zitten er heel veel antioxidanten in. Ik heb daar heel vaak al iets van verteld, hè, dat jouw lichaam bestaat uit allemaal ronde bolletjes. Als je dit als een lichaamscel ziet, hè, dat een lichaamscel heeft een celband en een celkern. En dat er allemaal vrije radicalen tegen die cellen beuken om die cellen ziek te maken en kapot te maken. En een antioxidant is eigenlijk een stof wat die celband beschermt tegen die vrije radicalen, tegen die ziekmakers en die terroristen. En die antioxidanten die hebben we nodig uit onze voeding. En de pompoen die zit echt bomvol met antioxidanten. Dus dat is gewoon echt hartstikke goed. Nou, er zit er heel veel ijzer in. En daarom is de pompoen een perfecte vervanger voor vlees. Ik weet niet of je het gisteren op televisie hebt gezien, of van de week was het in ieder geval dat steeds meer mensen minder vlees gaan eten. Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is, maar je hebt natuurlijk wel ijzer nodig. Nou, als je dan een keer een dagje vleesvrij wil eten, pak dan lekker pompoen. En in die zin is pompoen een uitstekende vleesvervanger en gelijk aardappelvervanger. En combineer het nou met andere groenten, zoals lekker boontjes of andere groenten erbij. Dan heb je dus en een aardappelvervanger en een vleesvervanger. En je hebt gelijk groenten op je bord in alle kleuren van de regenboog. Dus dat is echt de perfecte combinatie. Nou, dan de pitjes. Ik heb ze net al laten zien. De pitjes hebben zo mogelijk nog meer voedingswaarde dan pompoen vruchtvlees. Nogmaals, ik vind het zelf vrij omslachtig. Als je de pitjes eruit haalt en je stopt ze in de grond, dan kun je zelf pompoenen gaan kweken. Ze nemen heel veel ruimte in beslag in de tuin. Maar het is dus wel te doen. En nogmaals, ik vind het te omslachtig om al die pitten te gaan bewerken. Ik weet dat ik mezelf tekort doe, want ze zijn echt heel gezond. Maar pompoenpitten, die koop ik gewoon echt kant-en-klaar. Nogmaals, nou, misschien dat Monique daar dan een tip voor heeft om het op een makkelijke manier te doen. Maar dat gaat me dan zelf net iets te ver. Nou, dan misschien een hele leuke pompoen maakt je gelukkig. Dat heeft alles te maken met een stofje wat erin zit. Dat is tryptofaan. Daar heb ik het ook vrij regelmatig over. Tryptofaan is een aminozuur, eigenlijk een bouwsteentje van een eiwit. En tryptofaan wordt in jouw lichaam omgezet in serotonine en in melatonine. Dus dankzij pompoen kom je beter in je vel te zitten, want serotonine is het gelukshormoon. En je gaat er beter van slapen, want melatonine is je slaaphormoon. Maar vooral het gelukkiger zijn. Ja, iedereen wil toch hartstikke gelukkig en blij en vrolijk zijn. En pompoen maakt je echt gelukkig. Punt. Het is gewoon een heerlijke kleur op je bord. De textuur is heerlijk. De smaak is lekker. Dus ga gewoon echt lekker pompoen eten. Het versterkt je afweer, dus je weerstand gaat ervan omhoog. Ook niet onbelangrijk. Heeft ook te maken met die antioxidanten. Het verlaagt je bloeddruk. Nou, ook niet verkeerd, want heel veel mensen hebben inderdaad last van een verhoogde bloeddruk. Dus dat gaat de pompoen ook te lijf. En dan inderdaad goed voor de lijn. Ik heb het net genoemd, maar wel een hogere glycemische index. Dus ben je een vetverbrander, dan kun je meer pompoen eten. Ben je nog steeds een koolhydraatverbrander, dan een beetje uitkijken met pompoen. En daarom in de eetlijn zeg ik altijd niet meer dan 200 gram per dag. Maar dat is best veel hoor, 200 gram. En dan 2 keer in de week maximaal. Eigenlijk vind ik dat je sowieso elke groente niet vaker dan 1 keer in de 5 dagen terug moet laten komen. Want variatie is zo belangrijk. En als je nou zo'n grote fan bent van pompoen, wat ik echt snap, ik vind het ook echt heerlijk. Maar je gaat elke dag pompoen eten, is er ook minder kans voor variatie met andere producten. En ik ben zelf heel erg voor variatie. En hoe meer kleur op je bord, hoe leuker het wordt en hoe gezonder het is. Dus probeer echt zoveel mogelijk verschillende kleuren te eten. En als je nou echt elke dag heel veel pompoen eet en er is daardoor minder ruimte over andere groenten, dan eet je ja, te eenzijdig. Ik weet dat het gezond is, maar ja, nogmaals, ik ben echt van de kleur en alle soorten groenten door elkaar. Ook een keer rode kolen, een keer witte kolen, een keer bietjes, een keer wortelen. Probeer echt zoveel mogelijk te variëren. Nou, dan is pompoen uitstekend voor je darmen vanwege de vezels die erin zitten. Dat is een heel groot bijkomend voordeel. En pompoen kan je huid verbeteren.
En ik denk, hoe kom ik nou toch aan zo'n... Ah nee, geintje. Nee, grapje, grapje. Oké, nou dat was het eigenlijk wat ik met je wilde delen. En dan ben ik heel benieuwd of er nog vragen zijn over pompoen. En ik weet eigenlijk zeker dat er nu heel veel mensen zijn die pompoen nooit aten. Die gaan als een speer naar de winkel om pompoen te halen. Zit je nou in de buurt van Feyenaard, om 11 uur zo meteen begint het koken in Feyenaard in de Jumbo. Het is gewoon hartstikke leuk om te zien. Daar staat Francis van der Giezen. En die kookt één keer in de week kookt ze een eetlijnrecept. Dat is echt hartstikke leuk. En nou, dan kan je proeven. Je krijgt ter plekke het recept mee. En het recept wat Francis gaat maken vandaag is... oh, dan weet ik het even niet meer. Een pompoenschotel. Een pompoenschotel met quinoa. Die gaat ze maken vandaag. Die kun je proeven. En morgen krijgen jullie op Facebook dit recept van mij. Een gevulde fles pompoen. Ik heb hem net laten zien. Die fles pompoen die hol je uit. En die kun je dan vullen met een heerlijke... ja, hier zit dan quinoa bij. Peterselie en wat andere dingetjes. Maar het is gewoon heerlijk om pompoen echt vooral vegetarisch te houden. Want het is dus al een vleesvervanger. Heb je geen extra vlees meer nodig? En wil je dus wat minder vlees eten? Pak dan inderdaad pompoen als vleesvervanger. En vul die met andere dingen. Maar dan, je kan hem met gehakt vullen. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Of met vegetarisch gehakt, dat kan dan nog. Maar vul hem gewoon lekker met quinoa of met andere groenten of met andere gerechten. Er zijn legio voorbeelden te vinden op internet. En deze krijg je dus morgen via Facebook. Het eetlijn collage recept van de week. En zondag krijg je weer jouw lijfwijsschrijfsels. Dat is mijn nieuwsbrief. En daarin komt het recept ook weer terug. Ben je nou nog niet geabonneerd op jouw lijfwijsschrijfsels? Dat kun je doen door 20 gratis recepten aan te vragen via www.jouwlijflijn.nl/ja. Ik zal de link boven deze video zetten en dan kun je aanmelden voor wekelijkse recept en mijn nieuwsbrief. Goed, dit was het voor vandaag. Ik ga nu kijken of er nog vragen zijn, of er nog nieuwe mensen binnengekomen zijn. Even helemaal naar onderen scrollen. Oké, Peter zegt, een pompoenenboer heeft me eens verteld dat de groene pompoenpitten komen uit de zogenaamde naaktzadige pompoenen. Hij heeft ze me ook laten zien, rechtstreeks uit de pompoen. Dan heb je geen pompoen met pellen. Oké, Peter. Nou, dat wist ik niet, zo zie je, maar we leren echt altijd van elkaar. Dat is zo leuk. Peter zegt, heb je een receptje van pompoenbrood? Die ga ik maken, Peter. Dan maak ik gelijk een aantekening van dat ik het niet vergeet. Pompoenbrood ga ik voor zorgen. Pompoen vervangt geen vlees. Nee, dat klopt inderdaad, Monique. Het vervangt geen volwaardig cobalamine, weet ik ook. Maar weet je, als je een keertje vlees minder wil eten, het vervangt wel het ijzer. En er is niks mis met een dagje vleesvrij. Maar het is niet helemaal een vleesvervanger. Maar een keer als vervanger is prima. Bas zegt, ik ben een beetje laat, maar ik ben er. Lekker hoor, heerlijk allemaal. Komijn, oh Marjolein, dankjewel. Ik bedoelde inderdaad komijn, je hebt me helemaal in de gaten. Ria zegt, ik ben wat later. Nou, je kunt het altijd nog nakijken. Even kijken, wat bedoel je met combineren met vetten, met gehaktballetjes erbij? Nou, ik bedoel eigenlijk meer met kokosvet. Je kunt bijvoorbeeld pompoenblokjes bakken in kokosvet. Dan krijg je gelijk vetten binnen. En vetten voorkomen een schommeling in die bloedsuikerwaarde. Dus dat is sowieso hartstikke interessant. Even kijken. Nou, ik denk de meeste vragen beantwoord zijn. Nou, mochten er nog vragen komen, kun je ze stellen via de chat. En dan wil ik even het thema bekendmaken van volgende week. Volgende week ga ik het hebben over help. Hoe overleef ik Sinterklaas? En jullie krijgen volgende week van mij een heerlijk recept van pepernoten. Dus dat gaat volgende week allemaal gebeuren. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Een heel fijn weekend wensen en tot volgende week. Doeg! Doei doei!